Katico, deze 2019 wordt een belangrijk jaar met verkiezingen voor dit Vlaams parlement. Maar laten we eerst eens kijken naar de verkiezingen waar we iets meer zekerheid over hebben, die al gepasseerd zijn, de lokale verkiezingen. Ja, u bent een geboren knokke Heistenaar. Dat is geen sinecure om daar aan lokale politiek te doen met een burgemeester zoals Leopold Lippens. Absoluut niet. En dat zien we in veel gemeenten waar er sterke burgemeestersfiguren zijn, sterke coalities. Dan pakken die daar extra winst. En dat is ook zo in Knokke-Heist. Absoluut. Ja. Wat was uw antwoord eigenlijk op die sterke figuur en die verkiezingscampagne? Wij hebben geprobeerd om op inhoud te spelen. Dus het gaat over wat... bindt de mensen en dan ging het vooral over veiligheid, over ons toeristisch beleid, ondernemingen in Knokke-Heist, maar ook mobiliteit, fietspaden, veiliger, schoolomgevingen. Natuurlijk, er is een onderwerp boven gegooid, namelijk het eiland, wat natuurlijk alles overheerst heeft en waar ja, een populistische uitspraken gedaan zijn, terwijl wij daar de lijn doorgetrokken hebben van kijk, dit gaat over klimaatopwarming, dit gaat over een lange termijn visie uitwerken om de bevolking te gaan beschermen tegen de stijging van de zeespiegel. En dat heeft in Knokke-Heist duidelijk niet gewerkt, omdat natuurlijk mensen veel meer bang gemaakt zijn voor de hele situatie. Ja, het bewijst nog eens hoe beïnvloedbaar verkiezingen zijn en absoluut. Hoe kort het geheugen van de kiezer eigenlijk wel is. Hè, want absoluut. Die gaat echt wel voort op de voorbije weken bijna. Ja, en waar er absoluut ook een campagne gevoerd is om mensen bang te maken, een eiland, dat is niet goed. Het debat daarover waarom en waarom die lange termijnvisie nodig is, was nooit gevoerd in Knokke-Heist. En dan zie je dat mensen op basis van die uitspraken kiezen voor de absolute zekerheid. En dat heeft ons qua resultaat wel wat stemmen gekost. Ja. Ja. Nu, Knokke-Heist wordt altijd geassocieerd met vermogende mensen, met mensen die meer dan het gemiddelde inkomen hebben. Hoe belangrijk is dat gegeven binnen een politiek lokaal beleid? Oh, ik denk dat Knokke-Heist een zeer veelzijdige gemeente is, waar inderdaad mensen, ondernemers die het goed stellen, inwoner zijn van Knokke-Heist, maar waar evengoed twee verdieners zijn, waar evengoed mensen die het financieel moeilijk hebben, ook wonen. En als beleid moet je inzetten op al die mensen. En daar denk ik dat we heel vaak een verkeerd beeld hebben van Knokke-Heist, omdat er naast de vaste inwoners ook heel wat tweede verblijven zijn. We hebben het meeste tweede verblijven van heel de kust in Knokke-Heist. En dat is inderdaad een publiek die het goed stelt, die vermogend is, die daar bovenop komt. Maar een beleid voer je uiteraard in de eerste plaats voor de inwoners. En dat is enerzijds een toeristisch beleid, want we zijn een toeristische gemeente, dus je moet een zekere aantrekkingskracht hebben. Maar aan de andere kant moeten er ook beslissingen genomen worden om iedereen mee te krijgen. Ja, nu een algemene uitdaging voor de hele kuststreek is eigenlijk de vergrijzingen, want vooral mensen die gepensioneerd zijn, die komen naar de kust afgezakt. Eigenlijk moeten we ook erin slagen van jonge mensen terug naar die kustgemeenten te krijgen? Absoluut. Zijn daar antwoorden op? Zeker in Knokke-Heist zie je dat door de stijging van vastgoedprijzen Knokke-Heist aantrekkelijk is enerzijds om er te wonen, maar ook om er te verblijven. Wat dus maakte dat de prijzen van het vastgoed zeer hoog liggen en dat jonge tweeverdieners, en dan spreken we niet van sociale gevallen, maar wel onze tweeverdieners die we absoluut nodig hebben in onze gemeente, buiten de gemeente gaan wonen. En dat is een blijvend aandachtspunt waar ik persoonlijk vind dat het beleid daar niet snel genoeg en niet goed genoeg op inspeelt. Ja. Wat zou dan het beste alternatief zijn daarvoor? Want ja, het is iets waar veel gemeenten mee kampen. Hè? Want hoe kan je die gemeenten terug aantrekkelijk maken voor jonge mensen? Om er enerzijds te wonen, dus de woonprijzen moeten betaalbaar zijn, ook voor jonge starters en net die jonge gezinnen. En ik denk dat daar ook op Vlaams niveau nog werk is. We hadden het decreet wonen in eigen streek. Ja. Ik weet dat hier opnieuw werk van gemaakt wordt. Maar verder kun je ook in je lokaal beleid toewijzingsreglementen met voorrang voor eigen inwoners. Dus dat moet denk ik allemaal nog beter. Ik denk ook aan oudere wijken waar sneller kan nog gerenoveerd worden, wat dan dikwijls wel
wel betaalbare prijzen zijn voor die starters. Dus dat is het ene. Aan de andere kant moet je toch ook de werkstelling hebben die aantrekkelijk is, ook voor hoger opgeleiden. En in Knokke-Heist leven we hoofdzakelijk van het toerisme en van de bouwsector. Toerisme is nu eenmaal de sector waar eerder lager opgeleiden aan het werk kunnen. Dat is zeer positief. Mm-hmm. Maar in Knokke-Heist in de regio zijn er zeer weinig jobs voor hoger opgeleiden. Wat dan natuurlijk ook opnieuw een brain drain veroorzaakt. En waar we opnieuw die jonge gezinnen en die hoger opgeleiden missen. En ik denk dat we daar met steden als Brugge en Oostende absoluut moeten werk maken om een soort samenwerkingsverbanden te vinden om die hoger opgeleiden ook in de regio te hebben. En waar het dan, Knokke-Heist is een aangename gemeente, waar men dan kiest om in Knokke-Heist te komen wonen. Cathy Koudijzer, we hadden het straks over de verkiezingen. Na de verkiezingen volgt de coalitievorming. En deze dagen is nogal wat te doen over dat cordon sanitair waar het Vlaams Belang in gevangen blijft zitten. Hoe kijkt u er zelfs principieel tegenaan, tegen dat gegeven? Wel, als partij zijn wij tegen het cordon. Er zijn democratisch verkozen partijen en dan moet je met iedereen kunnen praten en met iedereen kunnen coalitie sluiten. Alleen, er is natuurlijk een verschil tussen, en daarvoor heb je absoluut geen cordon sanitair nodig, met welke partijen wil je besturen? En dan is er ook zoiets als een democratisch fatsoen. En zowel ter linkerzijde als ter rechterzijde zijn er toch wel twee partijen, om ze niet bij naam te noemen, waarvan wij denken dat het democratisch fatsoen echt wel die grens overschrijdt. En dan maak je als partij zelf de conclusie om met die partijen niet te besturen. Ja, en dan heb je het over de PvdA aan de linkerkant en het Belang aan de rechterkant. Dus u stelt die eigenlijk qua extremiteiten op dezelfde hoogte? Ja, dat zijn beide partijen. De een ligt ideologisch ook heel ver van elkaar, de ander. Daar zijn een aantal raakpunten, daar moeten we ook niet flauw over doen. Maar het gaat over de manier waarop je aan politiek doet. En daar zijn er grenzen van een democratisch fatsoen. En als men koketteert met Gouden Dageraad, als men aan de andere kant vindt dat Ceausescu in de tijd fantastische dingen deed, ja, dan gaat dat er voor ons over. En dan vinden we het beter om niet met die partijen te besturen. Daarvoor is absoluut geen cordon sanitair nodig. Ja, wat we de voorbije weken gezien hebben met uw voorzitter die de term Marrakesh-coalitie heeft ingevoerd, zeggen uw tegenstanders van ja, maar ja, eigenlijk N-VA schuift alleen maar op de richting van het Vlaams Belang. Dat is denk ik niet waar. Met de Marrakesh-regering is eigenlijk een eufemisme of een term die we gebruiken om aan te tonen dat de partijen zijn die allen samen het Marrakesh-pact zouden tekenen en dus de facto voor open grenzen zijn. Wij hebben daar een totaal ander standpunt over. Wij zijn voor een migratiebeleid die realistisch is. Wij zijn niet het OCMW van de hele wereld, dus wij moeten een migratiebeleid voeren, liefst binnen Europa, waar er haalbare zaken zijn. En tegelijkertijd zijn wij ook een inclusieve partij en ik denk dat we daar wel duidelijk verschillen van het Vlaams Belang. Wij zijn een inclusieve partij die zegt dat iedereen die hier in Vlaanderen is, hier welkom is, die wij ook kansen geven. Mensen kunnen die kansen grijpen. Zo hebben we heel veel goede voorbeelden in de partij zelf, maar ook buiten de partij zie ik in Vlaanderen elke dag mensen die zich geïntegreerd hebben, die de taal leren, die ook net zoals alle andere Vlamingen werken. En daar ligt de grens voor ons op aanvaard je onze westerse waarden en normen, waarden van vrijheid, gelijkheid. En dan denk ik dat we allen samen moeten kunnen leven en dat Vlaanderen ook heel wat inspanningen doet om iedereen te laten samenleven. En dan denk ik, ook in de cultuursector zijn er heel wat verenigingen. Ook lokaal zie ik een aantal verenigingen waar, of je nu nieuwe Vlaming bent of een geboren Vlaming, waar je welkom bent en waar mensen zich ook samen goed voelen. En dat, denk ik, is de basis van die integratie en van dat samenleven. Maar daarvoor ben je natuurlijk met twee of met verschillende partijen en moet er ook een wil zijn om samen te leven. Ja, N-VA wil een volkspartij zijn, een brede partij. Moet dan eigenlijk verschillende fronten afdekken. Is het dan juist van te analyseren dat Theo Franken de rechterflank afdekt en dat dan de voorzitter van N-VA, Bart De Wever, zich meer centraal opstelt?
Wij zijn inderdaad een brede volkspartij. Wij zijn ook een grote partij. En wij hebben mensen die ook allemaal verschillend denken. En waarbij wij inderdaad waar ook eenheid is binnen de partij, waar wij allemaal samen denken van wij moeten een migratiebeleid voeren die realistisch is, die haalbaar is, die betaalbaar is ook voor ons land en tegelijkertijd die inclusieve samenleving uitgaan. En ik denk dat we daar misschien allemaal, elk vogeltje zingt zoals het gebekt is, maar dat wij allemaal samen diezelfde lijn uitdragen. Ja, Cathy Coudijs, er is in dit parlement heel wat tijd en energie gestoken in het uitbouwen van een energiepact voor deze regio, maar eigenlijk ook voor heel Europa, want je kan dit moeilijk alleen doen, die doelstellingen realiseren in zaken klimaat. Uw partij neemt daar een bijzonder standpunt in, want u pleit voor de continuering van kernenergie, terwijl de traditionele partijen eigenlijk consequent pleiten voor de afbouw van die kernenergie. Wij zijn natuurlijk ook voor de afbouw van kernenergie. Maar in heel het energieverhaal gaat het voor ons om drie principes. Duurzaamheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid. En als we als doel zeggen dat tegen 2025, 2030 we volledig weg moeten uit die kernenergie, ja, dan moeten we ook nadenken over de gevolgen daarvan. En die kernenergiecentrales die wekken nu nog altijd meer dan 50% van de totale energiebevoorrading voor ons land op. Als we dat afbouwen, en 2025, 2030 is niet veraf, dan moeten we daar alternatieven voor hebben. Windenergie, zonne-energie, daar gaan we nog heel wat windmolenparken en heel wat zonnepanelen moeten leggen. Dus dat is nog niet haalbaar. Het andere is dat we die kerncentrales, dat we dan overschakelen naar gascentrales. Maar de CO2-uitstoot daarvan ligt vele malen hoger dan die kerncentrales openhouden. Dus dan is voor ons een realistische oplossing, als we niet willen dat onze bedrijven concurrentie nog meer krijgen, want de energiefacturen, zeker voor bedrijven die zeer veel energie nodig hebben, ligt hoog. De energiefactuur in België is een van de hoogste van Europa. Dus voor bedrijven is dat een enorme concurrentie, wat ook dan schade berokkent, ook naar de werkstelling toe. Net hetzelfde voor de gezinnen. Gezinnen hebben ook een zeer hoge energiefactuur in België. Ja, we mogen die energiefactuur niet nog gaan bezwaren. Ja, dan moet je realistisch zijn. En wij zijn denk ik een eco-realistische partij om te zeggen, is het dan niet beter om af te bouwen en enkel de twee jongste kerncentrales nog langer open te houden en ondertussen innovatie alle kansen te geven en verder in te zetten op die hernieuwbare energie en op mogelijke alternatieven. Ja, het is natuurlijk een zeer technisch verhaal, een ingewikkeld verhaal. Met allerlei studies die dan gepresenteerd worden, waar de mensen door de bomen het bos niet meer zien. Het enige wat ze eigenlijk vaststellen is dat die energiefactuur inderdaad wel stijgt, zonder dat daar zelfs enige transparantie in te vinden is, want ook die is eigenlijk wel zeer moeilijk samengesteld. Ja, een energiefactuur is zeer complex. Je hebt de energieprijs zelf, maar dat is eigenlijk maar een heel klein deeltje van die energiefactuur. Dan heb je de energietaxen, die ook eigenlijk de vijfde hoogste van Europa zijn. En dan heb je ook de prijzen voor de distributienetten. En daar zien we nu, want vandaag lezen we het ook in de media, dat de distributienetten de tarieven vastgesteld hebben, dat die zullen zakken. Hangt natuurlijk af van regio tot regio. Maar dat zullen de gezinnen wel nu een stukje voelen in de energiefactuur. Dus we zijn blij dat we eigenlijk toch ook de beleidsbeslissingen die we in deze legislatuur genomen hebben, dat de gevolgen daarvan nu zichtbaar zijn en dat de factuur al een stukje kan dalen. Nogmaals, het is natuurlijk ook maar een derde. Het is ook niet overal gelijk. In kranten lees ik een 70, 75 euro, maar dat zal dus voor sommige regio's minder zijn, voor anderen meer. Maar dat is een eerste stap in de goede richting, maar we moeten er
in elk geval voor zorgen dat we die energiefactuur niet nog meer gaan verhogen door beslissingen te nemen die misschien ondoordacht zijn, die zeer mooie, ambitieuze doelstellingen zijn. Maar het moet toch vooral realistisch zijn, nogmaals, betaalbaar, betrouwbaar ook. Het licht mag niet uitgaan, dus we mogen er ook niet voor zorgen dat we straks energie zullen moeten invoeren vanuit het buitenland, want ook dat zal alleen maar die energiefactuur van de gezinnen, van de bedrijven verhogen. Ja, u had het in het begin van ons gesprek over hoe dat kusteiland de verkiezingen heeft gedomineerd in Knokke-Heist. Hoe kijkt de kustbewoner eigenlijk aan tegen die windenergieparken die in zee komen? Wel, ik denk dat daar al een hele evolutie doorgemaakt is en dat gaat allemaal over draagvlak creëren. En dat is net hetzelfde met het eiland, maar 20 jaar geleden herinner ik mij dat er inderdaad ook een inwoner uit Knokke-Heist naar de rechtbank gestapt is, omdat dat het zicht op zee zou tegenhouden. Wel, ik stel vandaag vast dat er heel wat windmolenparken zijn, dicht bij onze kust, ook dicht bij Knokke-Heist. Die zijn soms zichtbaar als het heel klaar is, maar niemand stoort zich daar nog aan en iedereen weet dat we absoluut die stap en die transitie moeten zetten naar hernieuwbare energie en dat we daarvoor windmolens en windmolenparken nodig hebben. En dan zeg ik liever in zee, waar ze misschien af en toe zichtbaar zijn, dan not in my backyard. Ja. En dat syndroom kennen we natuurlijk. Vlaanderen is volgebouwd, dus het gaat erover van waar vind je plaatsen waar het draagvlak is om windmolens te zetten. Men doet allerhande initiatieven om kleinere windmolens en zo. Maar dan denk ik, en het is ook een goede zaak dat in het nieuw marine ruimtelijk plan er ook nieuwe ruimtes voorzien worden om windmolenparken op zee te bouwen. Ja. Lorsqu'on devra raconter à la génération de l'avenir cette partie de l'histoire de la Catalogne, on devra parler de vous. Il y aura un lieu pour la Flandre. Et donc un grand merci au nom de tous ceux qui sont persécutés, qui se battent pour la même cause, que c'est la cause de la démocratie en Europe et en débutant pour chez nous. Merci à tous. Ja, Kantico, deze, we hebben ook gevraagd van zelf een fragment te kiezen. Uit het voorbije jaar, en u wil blijven stilstaan bij het bezoek van Carles Puigdemont aan dit Vlaams parlement, naar de aanleiding van de opening van een fototentoonstelling over de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd. Waarom is dat zo belangrijk voor u? Wel, ik vind het eigenlijk verschrikkelijk wat er gebeurt. Dit zijn politici die opkomen voor hun idealen, voor hun vrije mening. In Europa dacht ik dat er vrije meningsuiting is. En op basis daarvan worden ze opgepakt. Zitten er een aantal collega's van hem nu al meer dan een jaar in de cel. En Europa stond erbij, keek ernaar, maar doet niets, draait eigenlijk zijn rug daar naartoe. En ik vind het als Vlaams politicus, als we onze vrije mening niet meer kunnen uiten in Europa, dan heb ik daar toch wel problemen mee. En ik denk ook niet alleen aan die mensen, die politici, die ook een gezin hebben, die ook een familie hebben. En we naderen de kersttijd, tijd van vrede, tijd van in familie samen zijn. En dan sta ik toch ook vandaag wel opnieuw stil bij die families. Vrouwen, mannen die hun partner nu al meer dan een jaar moeten gaan bezoeken in een gevangenis. Kinderen waarschijnlijk ook. En ik vind dat nog altijd dat politici, maar iedere burger zijn mening vrij moet kunnen uiten en dat je daarvoor toch niet in een gevangenis moet opgesloten zitten, nu al meer dan een jaar. Het is straks de tweede kerstdag dat zij in de gevangenis zullen doorbrengen en dat pakt mij eigenlijk wel. Ja, want die vrijheid van denken en van spreken, zeker binnen parlementsmuren, zou eigenlijk moeten gegarandeerd zijn. Ja, absoluut. Uw voorzitter Jan Peumans, parlementsvoorzitter dan, ja, die speelt er eigenlijk wel een actieve rol in, bijna een provocatieve rol in dat verhaal van die Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd. Ik zou niet zeggen dat hij daarin provoceert, maar als N-VA'ers begrijpen wij ook wel de Catalanen, zeker dat zij opkomen ook voor hun volk. Dus daar zijn natuurlijk wel wat emotionele banden. En dan denk je, ja, wij zijn hier N-VA-parlementsleden die opkomen voor de regio Vlaanderen. Wat als wij onze mening daarover uiten en kunnen wij eigenlijk
op dezelfde manier in de gevangenis geraken daarvoor. Dat gaat echt wel ver en ik vind het vooral verbijsterend dat Europa nu al maandenlang gewoon de rug daar naartoe keert en niets doet, want Europa kan daar op zich wel een rol spelen. Ja, dat is inderdaad geen mooi Europees verhaal. Er wordt weinig druk gezet vanuit Europa op de Spaanse regering. Maar eigenlijk moeten we ook zeggen dat onze eigen minister, federale minister van Buitenlandse Zaken, Didi Reinders, ook niet echt uitblinkt door daar nu actief in te zijn. Dat moeten wij ook mee vaststellen. Daar is hij inderdaad ook niet proactief geweest. Maar ook zo zijn er nog landen die daarin niet proactief zijn. En ik vind dat bijzonder jammer. Ja, dit is belangrijk voor uw achterban, veronderstel ik. Maar kan je er ook bredere algemene politieke conclusies uit trekken? Wel, wat ik vaststel is dat men in Catalonië absoluut ook de bevolking toch doordrongen is van het volk. In Vlaanderen is dat veel minder. Maar aan de andere kant denk ik dat wij onze Vlaamse identiteit, dat we dat een stuk verleerd zijn. En dat het ook belangrijk is dat wij in Vlaanderen niet met propaganda of met andere manieren, maar eigenlijk ons toch wel weer bewust zijn van wij zijn Vlamingen. En wij hebben een eigen taal, een eigen cultuur, eigen gewoontes. En ik denk dat dat ook in het integratieverhaal absoluut een belangrijke rol kan spelen. Ja, want als je en daar dit... moeten we opnieuw op inzetten. En dan denk ik in de eerste plaats in het onderwijs, maar ook in de cultuur. Wij hebben bepaalde gewoontes, wij hebben tradities en die moeten we verder zetten. Ja, want als je dit kadert in de migratiecrisis, terugplooien op de eigen identiteit, is dat dan een defensieve beweging? Of zeg je van nee, we kunnen ook wel identiteit hebben, maar ook openstaan voor de wereld? Ja, we staan voor Vlaanderen in Europa. Vlaanderen is een welvarende regio die zich ook openstelt. We zijn een handelsregio. Ook naar cultuur toe moeten we ons openstellen voor andere culturen. Net alsof wij onze eigen cultuur ook in het buitenland gaan tonen. We hebben presentatieplekken van kunsten. Dus het is een wisselwerking. Maar je mag en je moet in de eerste plaats fier zijn om Vlaming te zijn. U noemde het zelf, het circus moet stoppen. Coup de théâtre heb ik gelezen. Een déconfituur, een saga. Je kunt het ook een soap noemen. Maar het is natuurlijk pijnlijk voor de museumwereld. Pijnlijk voor Vlaanderen. Onze imagoschade is groot en blijft groot. We hebben 5 weken lang rondjes gedraaid eigenlijk. En we zijn terug naar af. De twijfelachtige collectie is terug bij de eigenaar. En eigenlijk denk ik hadden we dat vanaf dag 1 moeten doen. Ja, Cathy Koudijzer, onze redactie heeft ook een fragment uitgekozen dat we u graag voorleggen. Eén dat betrekking heeft op de Toporowski kunstcollectie. Ik weet niet als mensen dat woord nog herinneren. Toporowski is iemand die in Jette woont, die een nogal ophefmakende kunstverzameling heeft aangelegd van de Russische meesters. Die is erin geslaagd van die collectie onder te brengen in het Gentse Museum voor Schone Kunsten. En er blijkt heel wat te doen te zijn over de authenticiteit van die werken. Die blijkt eigenlijk in vraag gesteld te zijn en kan eigenlijk moeilijk worden aangetoond. Hoe hebt u dat tegenaan gekeken, tegen heel dat verhaal? Dus het is inderdaad zo dat die kunstverzamelaar een akkoord had met het MSK om een aantal werken daar tentoonstellen in het kader van een tentoonstelling. En waar inderdaad er snel reacties kwamen dat die kunstwerken omstreden zijn. Over de waarheid daarvan, dat laat ik in het midden, want nog altijd doet het gerecht daar zijn werk, er is ook een audit. Maar wat mij een stuk opvalt als parlementslid die cultuur en erfgoed opvolgt, is dat wij toonaangevende musea hebben in Vlaanderen, waaronder het Museum voor Schone Kunsten in Gent absoluut een van de topmusea is. Hun taak is het bewaren, conserveren, restaureren van onze collectie. En anderzijds ook die collectie aan het publiek tentoonstellen. Daar zijn heel wat regels, de ICOM-regels, waaraan moet voldaan worden. Op een bepaald moment is dat omstreden. En ik vond het zeer traag
een trage manier waarop het museum in actie schoot om, is het nu omstreden of niet, om die collectiestukken weg te halen. En wat mij in het hele verhaal bijblijft, is dat Vlaanderen daar ook heel wat geld in investeert in onze musea. Maar de inrichtende macht is heel dikwijls een stad. En als die stad, die raad van bestuur, traag reageert of misschien niet reageert zoals wij daar in Vlaanderen dan en vanuit het Vlaams niveau naar kijken, ja, dan stond je erbij en keek je ernaar. Tegelijkertijd bracht dat een enorme imagoschade voor de hele museumsector in Vlaanderen teweeg. Net op het moment dat we onze Vlaamse meesters daar ook met toerismebeleid mee bezig waren. Ja, dan denk ik, en ik heb nog altijd dat gevoel van hoe kunnen we daar vanuit Vlaanderen, die toch ook ja, de grootste sponsor is, als je het wil, toch meer zorgen dat we zo'n zaken enerzijds vermijden. En als het gebeurt, dat we daar heel snel kunnen op reageren. Want nu is er wel een audit besteld, maar ook die audit loopt nog altijd om daar toch sneller te kunnen ageren indien zich dat voordoet. Ja. Inderdaad zo dat Ben Weitz vanuit zijn bevoegdheid voor toerisme de Vlaamse primitieven, de Vlaamse meesters naar voren schuift als een van de sterkste punten van deze regio. Maar voor een buitenlander ja, is het MSK gewoon een stuk van de cultuur, van het cultuurbeleid. En als die dan in de fout gaat, dan wordt dat zeer snel, straalt dat af naar andere instellingen die eigenlijk wel autonoom zijn en die een ander beleid zouden kunnen voeren. Is het ook niet zo dat dit verhaal toch ook wel zeer ego-gedreven was? Want het was toch de directeur van het museum, mevrouw De Zeger, ja, die dat sterk personaliseerde bijna, die tentoonstelling. Ja, wat mij daar toch in heel die saga ook verwonderd heeft, is we hebben top museumdirecteurs. En daar denk ik, waar is de solidariteit tussen die museumdirecteurs? Zijn er inschattingsfouten gemaakt? Zijn er fouten gemaakt? Ik laat het in het midden. Maar op het moment dat een collega een stukje mee verantwoordelijkheid draagt, dan denk ik dat ook collega's, en misschien voor de tentoonstelling, ik weet ook niet of het gebeurd is, maar dat er toch informatie uitgewisseld wordt onder museumdirecteurs naar collectiestukken toe, dat er samen eens gekeken wordt is het opportun om die stukken die al of niet gecontesteerd zijn, toch tentoon te stellen of kunnen we daar op een andere manier mee omgaan. En op dat moment had ik ook heel sterk het gevoel dat de andere museumdirecteurs zeker geen solidariteit betoonden met die museumdirecteur, ook met het museum, waardoor eigenlijk die imagoschade ja, groter wordt nog. Ja, bevestigd en dat werd. Hadden we moeten vermijden. Ja, dus er is toch nog wel een soort concurrentie onder die musea. Absoluut. Ja, goed. Moet ik u bedanken voor dit gesprek, Cathy Koudezer. Dank je wel. Allerbeste wensen voor 2019.